Hela mama's, ik ben Janaika en dit is mijn dochtertje Lily van 4 maanden oud. Ik heb een nieuw YouTube-kanaal gemaakt, eigenlijk voor wat hints te kunnen geven aan jonge mama's. Ik weet, ik ben zelf ook een heel jonge mama, ik weet niet alles. Maar de kleine tips kan ik toch een beetje meegeven met jullie. Vandaag ga ik het vooral hebben over mijn bevalling en de eerste maanden met mijn dochtertje. En mijn zwangerschap, omdat die niet echt heel makkelijk zijn geweest. Ik wist eigenlijk van Lily heel snel dat ik zwanger was. Ik denk dat ik 4 weken zwanger was toen ik het wist 5 weken bij mijn eerste echo. Ik was ook heel snel misselijk en dat is ook heel de zwangerschap blijven duren, mijn misselijkheid. Uiteindelijk ook last gekregen van bekkeninstabiliteit. En ja, last van mijn maagingang die volledig verbrand was door het maagzuur. En naar het midden van mijn zwangerschap toe ben ik ook galcrisissen beginnen krijgen. Voor de mama's die niet weten wat dat is. Als je zwanger bent, heb je een grote kans op galstenen. Ongeveer 8 op de 10 vrouwen hebben last van galstenen. En slechts 1 op de 10 heeft door dat ze galstenen hebben door crisissen of steken. Galstenen die komen dan terecht in een of andere van je gangen. En dat mag er eigenlijk niet doorkomen, dus dat gaat krampen veroorzaken die een hevige pijn geven. In het ergste geval wordt uw gal verwijderd, wat dus bij mij is gebeurd na mijn bevalling van mijn dochtertje. Ik heb ook enkele keren in spoed gelegen met galcrisissen. Uiteindelijk hebben ze dan gevonden wat het was, is die eruit gehaald, allemaal goed en wel. Dat was uiteindelijk allemaal opgelost. Alleen jammer dat ik er lang van heb moeten afzien voordat ze door hadden wat het was. Uiteindelijk, mijn zwangerschap was totaal geen pretje. Ik heb heel hard afgezien. Ik heb alleen maar last gehad. Ik heb bijna niet kunnen genieten. Zelf de schopjes dat ik kreeg en de beweging vond ik niet genoeg genot tegenover wat ik allemaal van negatieve dingen tijdens mijn zwangerschap had. Dat vond ik dus helemaal niet fijn. Uiteindelijk, naar het einde van mijn zwangerschap toe, de laatste week voor mijn bevalling, heb ik eigenlijk totaal niet geslapen. Ik had last aan mijn bekken, die allemaal zeer. Ik vond het niet plezant. Ik was moe. Ik was echt moe voor mijn bevalling. Uiteindelijk, mijn dochtertje is bevallen op 40 weken en 2 dagen. Zij is op gang gestoken geweest via een infuus. Het is heel snel gegaan, heel makkelijk gegaan. Alleen mijn epidurale was eens losgekomen. Die hebben ze dan opnieuw moeten prikken. Maar voor de rest allemaal heel vlot gegaan. Om 8 uur zijn ze ongeveer begonnen met mij op gang te steken. En uiteindelijk was mijn dochtertje er tegen 1:30. Alles was in orde met haar. Geen problemen. Perfect babytje. Het enige nadeel aan het ziekenhuis vond ik ook. Ik was heel jong. Ik was 18 jaar als eerste bevalling. En ik kreeg geen tips. Qua borstvoeding, qua hoe dat ik het moest aanpakken met mijn dochtertje, ik kreeg niks van raad. Dat vond ik heel jammer, want zelf als jonge mama zeg je heel fragiel. De meeste toch, en weten ook niet echt wat ze moeten doen. Maar bon, ik heb alles wat uitgezocht. Het is moeilijk geweest, maar het is gelukt uiteindelijk. Buiten mijn borstvoeding, dat bleek dus helemaal niet te lukken. Dat is pas na 2 dagen door dat mijn productie zo weinig was. Mijn dochter die bleef brullen van de honger. En ze bleef maar honger hebben. En om een duur heb ik afgevraagd hoe dat kwam. Hebben ze mij een flesje gegeven. En bleek het te zijn van de honger. Ik heb toen mijn eigen ook moeten afkolven om te zien hoeveel borstproductie dat ik had. En dat was maar 0,5 milliliter dat er uitkwam uit beide borsten op een kwartier tijd. Dat is dus eigenlijk niks vergeleken met wat dat moest zijn. Ik legde mijn dochtertje ook elke 1/2 uur aan. Aan de ene borst, andere borst, ene borst, andere borst. Maar de productie kwam dus niet op gang. Uiteindelijk bleek mijn dochter binnen de 24 uur ook last te hebben van geelzucht. Veel mama's die hebben dat wel al meegemaakt bij hun kindjes, geelzucht. Dat is meestal niet zo erg. Dat gaat meestal ook vrij snel over. Een beetje in het zonneke of in de couveuse of op het lichtje, blauw lichtje liggen. En dat is allemaal in orde. Mijn dochter heeft op het lichtje gelegen. Heeft ook een nacht in de couveuse gelegen. Maar het ergste vond ik dat ik een nachtje langer moest blijven. Ik wou zo graag naar huis gaan. Ik wou zo graag naar mijn moeder gaan. Ik was moe. Ik heb voor mijn bevalling niet kunnen slapen. Na mijn bevalling niet.
Ik was op. Ik zat erdoor. Uiteindelijk een dag later naar huis gemogen. Heel blij dat ik naar huis mocht. Want ik ging dan een weekje naar mijn mama. Mijn mama heeft me heel hard geholpen en heel hard gesteund. Qua mijn dochter, omdat ik zo moe was. Ik was op. En dankzij haar heb ik toch wat steun gekregen. En heb ik toch nog wat kunnen genieten als ik naar huis ging van het mama zijn. Want ik kon dat op dat moment totaal niet. Ik genoot niet van mijn dochter. Ik genoot er totaal niet van. En ik vind het nu wel best jammer, als ik erop terugkijk, dat ik er niet van heb kunnen genieten. Want uiteindelijk, dat is een mooi moment dat je kunt meemaken. Dat is het prachtigste moment dat je kunt hebben in je leven. Bevalling van je dochter of zoon of noem maar op. Ik zat ook niet ver van een depressie. Nu, ik heb geluk gehad dat ik mijn eigen heb herpakt door hulp te vragen aan mijn mama en aan mensen rondom mij. Dus als er mama's onder jullie zijn die last hebben van een depressie of voelen dat het niet gaat, vraag hulp rondom. Heb je geen ouders, heb je geen familie, vraag het aan vrienden, lukt dat niet? Vraag het eventueel aan mensen, kind en gezin. Mensen willen u helpen, eventueel een ziekenhuis. Want als mama heb je wel hulp en steun nodig, omdat het niet simpel is. Ook al heb je een man, heb je geen man, het is niet simpel. Want uiteindelijk, een man is ook niet echt de persoon die je op alle gebieden kan begrijpen. Want jij bent de mama, je hebt je kindje 9 maanden gedragen. Jij bent bevallen, jij bent moe, jij bent op. De man die loopt er wel bij, die hoort wel het gezaag aan, maar die voelen, die hebben niet gevoeld wat wij hebben gevoeld als ouders. Dus als je hulp nodig hebt, zoek op tijd hulp, want dat is echt wel belangrijk voor je kindje. Nu ook, de eerste maanden met mijn kleine schat. Zij heeft veel in het ziekenhuis gelegen vanwege uitdroging, omdat zij niet wou drinken. De eerste keer 3 dagen, tweede keer 4 dagen, derde keer ook iets van een 3-4 dagen. Het bleek gewoon niet te stoppen. Het was elke keer opnieuw dat ze herviel. En ik maakte mij wel zorgen om haar, want zij was echt een heel smalletje. Ze kwam maar niet bij. Ze werd er zelfs ziek van, gewoon omdat zij niet wou eten. Ik maakte wel heel veel zorgen. Nu ook, mijn kleine schat is nu 4 maanden en zij draagt nog altijd pampertjes maatje 1. Wat heel klein is voor haar leeftijd. Zij mag bijna naar maatje 2 gaan. Dus zij is nog altijd niet 100% bijgekomen. Ze eet nu wel veel beter. Ze komt stilletjes aan bij, maar het duurt wel heel lang. Op aanraden van kinderarts kreeg zij ook op haar 2,5 maanden al fruitpapje. En nu eet ze wel heel goed. Zij is 4 maanden, zij drinkt flesjes van 210 en haar avondflesje is 250. Ze gelukkige mama nu, alles loopt nu super, ze komt bij, beter kan het gewoon niet. Qua slapen, een prinsesje. Zij gaat om 7 uur 's avonds slapen en wordt om 9 uur 's ochtends wakker. Ik heb zoveel geluk op dat gebied. Ik weet dat er weinig mama's zijn die op dat gebied heel veel geluk hebben. Voor de rest, overdag, zij speelt heel veel in haar parkje. En af en toe zit ze bij de mama op de schoot een beetje spelen. Maar zij vindt haar parkje leuk. Het leukste van al. Ze heeft daar speelgoed in liggen en dan zit ze daar wat te babbelen tegen haar eigen. En dat vindt ze wel super tof. Ik heb ook wel het geluk. Mijn dochter wil geen tut. Zij is eigenlijk een duimertje. Ik denk dat dat wel een beetje opvalt, aangezien dat ze de hele tijd op haar handjes zit te zuigen. Of dat zo'n groot voor- of nadeel is, dat weet ik niet. Hopelijk stopt ze er later mee en zo niet. Ja. Dat kun je moeilijk afpakken van een kind. Dus uiteindelijk ook, hoe dat nu alles verloopt, ik ben heel blij. Nu, ik ben zelf ook morgen 10 weken zwanger van mijn tweede kindje. Ik had heel veel schrik aangezien dat mijn eerste zwangerschap een hel was. Maar mijn vriend wil graag 3 kindjes. En ik wou er eigenlijk 2. Voor mijn eerste zwangerschap wou ik er 2. Na mijn eerste zwangerschap wou ik er eigenlijk geen meer. Maar waarom zou ik mijn droom aan de kant zetten voor een zwangerschap dat een ramp is geweest, terwijl elke zwangerschap anders kan zijn? Nu ook, mijn tweede zwangerschap, ik ben wel misselijk. En ik heb wel last aan mijn rug, maar het is minder erg als mijn eerste zwangerschap. En
Ik ben blij dat het zo kort op één is, want uiteindelijk gaan ze 11 maandjes schelen, stipt. Want baby 2 is uitgerekend 27 september en mijn dochtertje is geboren 27 oktober. Dus dat is wel heel mooi, vind ik. Gaat het zwaar zijn? Dat denk ik wel. Het gaat sowieso heel zwaar zijn. Maar het gaat ook mooi zijn dat ze veel aan elkaar gaan hebben. En dat ze met elkaar kunnen spelen en doen. En ik kijk er echt wel naar uit, dat wel. Voor de rest ook, ik ben fulltime mama. Aangezien de tweede zwangerschap. Mijn vriend die gaat heel vroeg werken, komt 's avonds heel laat thuis. Dus aan hem heb ik niet zoveel. Mijn dochtertje ziet haar papa ongeveer 's avonds een 10 minuutjes en dan gaat ze slapen. Dus dat is wel jammer, maar werken, geld is heel belangrijk in deze maatschappij. En na mijn tweede zwangerschap ga ik ook deeltijds gaan werken. Want in deze maatschappij lukt het niet meer om maar als één persoon te gaan werken of lukt het heel moeilijk. Dus ja, er zijn voor- en nadelen aan vroeg mama zijn en vroeg ouders zijn. Maar ik zou het toch niet anders gewild hebben. Ik ben blij met wat ik nu heb. Ik heb een pracht van een dochter. Mijn tweede zwangerschap ben ik ook heel blij mee. Dus ja, ik kan het mij niet, ik kan mijn wereldje niet meer anders voorstellen. Dus. En als er eens mama's zijn onder jullie die vragen hebben, jullie mogen die altijd stellen onder de comments. Ik weet niet alles, maar ik kan wel altijd tips geven en eventueel dingen opzoeken voor jullie toch wat raad te kunnen geven. Ik ben zelf heel jong, dus ik weet niet evenveel als bijvoorbeeld een mama van 30 of 40 jaar, maar ik weet bijvoorbeeld wel weer andere dingen dan de mama's van bijvoorbeeld 30 en 40 jaar. Dus dat is misschien wel handig voor sommige dingen. En aangezien ik een jonge mama ben, ben ik ook een heel lakse mama. En dat weet mijn kleine schatje hier ook. Dat ik niet zo ben van pakken. Ik ben eigenlijk meestal als ze weent, laat ik ze lekker op haar gemakje in haar parkje. Ze valt meestal wel in slaap. En als zij honger heeft, krijgt ze haar flesje en er wordt altijd 4 uur tussen gelaten. En zo is er heel snel structuur ingekomen in mijn dochtertje. En zijn de nacht heel snel eigenlijk makkelijk gegaan. Dus als er mama's zijn die vragen hebben, mocht je ze altijd stellen. En vergeet geen duimpje achter te laten en eens te abonneren voor de volgende video's. Ik ga proberen minimum 2 keer op de week een video te uploaden voor jullie mama's. Tada, en tot de volgende. Dag.